Check, check. Ja. We zijn dus dat hier. Ik heb een lijstje gekregen. Volgens mij zijn ze opgehangen achter bij het park mee. Dus we kunnen gewoon gaan beginnen hier vandaag aan het Brabants kampioenschap hier in het Gelderse Amazone, heb ik me laten vertellen. En we gaan dus straks beginnen met de jongens van 4 en 5 jaar. Die kunnen sowieso richting het park mee. En dan hebben we 63 ritten te gaan. Dus we gaan afsluiten met de dames van 16 jaar en ouder. Eerste 4- en 5-jarige medewerkers op hun posities. En die staan erbij ook allemaal. En dan kunnen we dus gaan beginnen met die 4- en 5-jarige heren en dames. Nummer 1 hier, motor nummer 1 hier bij het Brabants kampioenschap dus in Amazone. Mooi weer erbij, nog even een gillenklag, pas niet met bij de zon, maar 100 gaan we straks over naar groen. En dan gaan we dus beginnen met marge nummer 1. 8 mannen en dames aan het hek. En we gaan even kijken hoe dus de sterkste is bij die 4 en 5-jarigen. We gaan kijken naar die mannen hier aan het zuiden, want die mannen hebben wel een hele grote groep mee. En we gaan kijken naar 407 is natuurlijk Nick Donnevoet. Hij is het beste vertrokken. Hij loopt er op positie nummer 1 en we moeten dan er nog veel meer nieuws aan draaien. Want ook Tim en Hoek Verstappen zitten erbij. En we kijken naar die mannen Danny Kunder op positie nummer 2. Die komen allemaal niet zo ver hier vandaan. En wie is die man dan? Danny Kunder op positie met Julian Leenders. Leenders inderdaad op positie nummer 2. Maar dan moet wel een gaatje laten vallen hoor, naar die hele snelle man daar vandaan. Donnevoet is helemaal los daar al. Een minuutje op 4-5-2 inmiddels opgebouwd op zijn mede-concurrenten. Gaan we kijken naar de dame in deze groep. We gaan natuurlijk kijken naar die dame met die roze zit daar 100 en 1. Marit van der Hoek hoor. Ze zit er heel goed bij door op positie nummer 1, 2, 3, 4, 5 inmiddels. Dan zit ze daar heel goed bij en gaat ze ook gewoon mee strijden. De vierde marge vandaag bij die 4 en 5-jarigen. En dat betekent ook dat daar zit een klein gaatje tussen en we gaan natuurlijk kijken naar 349. Mitchell Goering is erbij. Vorige week hadden we mee voor deze missie, zat hij in Valkenswaard. Nu is hij erbij en dan krijgt er 48 met zich mee. En dat is dan Zandvoort mijn dus. En hij heeft het zijn door te last auto weer nog dit achter te kunnen. De eerste drie, we gaan zien hoe
sterk loopt vandaag weer eens. Hij rijdt er keurig op positie nummer 1. Een hele mooie sprong daar nog even uit die derde bocht. En hij heeft toch wel een hele grote voorsprong opgebouwd hoor. Hij zit bij de positie nummer 2. En ook Raad is erbij hoor. Raad, dan gaan we nog naar Tjumhoven voor het Overijsselskampioenschap denk ik. Dus Hoppen is dat. Hij rijdt op positie nummer 3. En met 480 houdt hij net niet meer aan de grond. En rijdt hij naar de positie nummer 1, 2, 3, 4, jou hè. En dus Guido van der Harten, ook hij is erbij dus in race nummer 3. Kunnen we doorgaan naar de volgende groep van de jongens van 6 jaar. Drie groepen hebben we in deze categorie. En uit deze groep kunnen er vier doorgaan omdat er ook 5 rijders zijn. We gaan eens even kijken naar de man daar helemaal vooraan. 471. Dat is dan Jan Kraus natuurlijk. Ja, de Nederlands kampioen van afgelopen jaar. Op Noordwijk kennen we hem met rood, wit en blauw. Hij rijdt er helemaal vooraan. Dus voor Milan de Haas. En van alles horen we de eerste denk ik die we op de baan zien. Want ik jaar in Laan hebben we net ook gehad. Maar hier is veel nog meer. Tijdelijk van Holland. Hij zit er goed bij. Ook in qualification position voor die semifinal. Gaan we kijken naar race nummer 5. We zijn alweer een heel eind hoor. En we gaan opnieuw kijken naar een man hier vandaan. En we kijken naar Cas van Rangelrooy. Hij is dan volgens mij heel goed vertrokken. Oh nee hoor, het is een clubgenoot van hem. Nick Meijering, hij zit er goed bij. En dan is dit dan de man met deelnemen. 30 achteraan, Cas van Rangelrooy. Hij moet nog eventjes vol aan de bak. Ook om door te kunnen gaan brengen naar een finale. Want we hebben het over die 7-jarigen. En daar hebben we 2 groepjes. En we gaan kijken natuurlijk wie een andere kandidaat dan gelijk kan zijn voor die titel. We gaan kijken naar de man van de Hoepers uit Bellicup. Nick Leenders is de man die hier aan de leiding gaat. Maar hij heeft zeker weten concurrentie hoor. Concurrentie daar van Thijs Kus die daar heel goed mee komt. Dan even een andere lijn rijdt in die laatste bocht om daar nog de aansluiting te vinden. En ze strijden nog eventjes door richting de finish hier op positie nummer 1. Met voor de 2 mannen uit Nieuwland. En dat is de winnaar van Doesburg. Hij zit er op positie nummer 2. En dat is de man met een goede conditie moet je zeggen. Kevin Veenstra die er ook goed bij zat. Nou we zagen ook Kortmerk de Broek nog even langs zij komen. En dat is Roy Barton. Gaan we naar de volgende groep in deze leeftijd categorie, want we gaan hier een halve finale rijden. En ook hier een hele bal zijn, we zien hem dan niet staan. Nou, hij zei al die grote pitdubbel daarachterin, als ze nu overheen gaan. Dat is een doeltje voor de finale. Ik doe het rustig aan en dat kunnen ze misschien ook wel een beetje vooraan. Want we gaan 5 rijders zelf doorsturen. Dat kan betekenen dat ze allemaal al door zijn. En dan moeten we maar even afwachten wat Kuipers gaat doen samen daar met Zeggelaar, die daar helemaal nog wel 8 minuten keer voor de finish staat. Hij zat er ook inderdaad goed bij op. Dan gaan we ook eens kijken en afwachten of we straks die eerste sprongen gaan krijgen. Nee hoor, we zien in ieder geval al eventjes iemand binnendoor steken. Dat is Tom Sluiter. Hij haakt even af, ik denk niet wat er aan de hand is. Misschien super en ijzersterk. Nog een volgende sneller verderop op de baan. En we gaan ook eens even kijken of hij vandaag een gooi kan doen. Dus naar de titel van Brabants kampioen. Oké, we gaan 4 finales rijden bij die cruisers van 31 tot 40 jaar. Want we hebben hier een vierde marge. En we gaan kijken naar die snelle mannen uit Nederland hoor. Die zijn daar toch heel goed getrokken. En dan kan het nog wel eens een interessant kampioenschap worden hier bij die cruisers van 31 tot 40 jaar. Want we zien natuurlijk ook Raymond Brink erbij rijden die daar heel slecht getrokken is. Daar slechts op positie nummer 6. En we gaan kijken vooraan hoor. 2 mannen naar Nederland. En dan hebben we de gebroeders van Binten daarbij zitten. 476 Jorg van Binten voorop. En met 79 is het inderdaad Tom van Binten naar positie nummer 2. Zien we Jorg van Binten aan het rijden op positie nummer 2. We zitten net 4 bij elkaar en 4 marges zodat we maar 1 groep hebben in deze leeftijdscategorie. En dat betekent ook eigenlijk dat je er elke marge vol bij moet zitten. En dat betekent ook dat sommige mensen aan de bak zullen moeten. Willen ze kampioen hier worden in Braai 13. Hij is de man aan de leiding. En hij heeft ook John van der Heuvel. En hij gaat hier Rian aan de leiding voor Scherper met 378 met zich mee. Dave van Boeven, de man daar hoog en dan gaat er onderuit. Dave blijven richting de finish. We nemen nog net eventjes de dames cruiseklassen mee. We gaan even naar het sluitkleuter om helemaal optimaal te doen bij de start. Want we zijn even nummer 14. Wemke Maaizak, ze is er weer hoor. En ze rijdt naar voren. Tessa Kering zit erbij op positie nummer 2. En de dame daar op 3 in zwart is Wietse Bloemhoff. Dat is natuurlijk wat we graag zien. We gaan kijken naar de dame van Kronwijk, de broer 300.
En dat is natuurlijk Gertie Bouw, een van de dames die bekend is ook altijd al in de promotieklasse, vroeger in de 20 inch. En natuurlijk ook op de Big Wheels op die cruise. Weet ze heel goed hoe ze dat moet doen. Ze gaat hier Rian aan de leiding, heeft daar nummer 100 met zich mee. Is nu van Els, ook zij is er dus bij. En de dame op positie nummer 3 is natuurlijk Brigitte Boes. En ook zij gaan eigenlijk de vierde finale rijden, omdat zij elke keer aan de bak zullen moeten met een vierde marge als einde. We gaan kijken naar de dame vooraan hoor, helemaal binnendoor daar, 463 is het selfie factor die hier aan de leiding gaat. We hebben dan ook Chantal Bartner daar nog rijden, we hebben de andere rijkste daar van de Flying Bike, dat is Anne Wil van Dam. En we hebben nog één dame daar verder aan de rijden, dat is dan Kip van Essen. Kunnen we door naar de jongens van 8, ook hier gaat het steeds sneller hoor. En we gaan opnieuw kijken naar een snelle man nu uit team van de Weijrijders, Linky ten Hofte. Hij gaat hier aan de lijn, dus in zijn allereerste maandje. 457 met de mee. Dat is dit weer zakker. En die man erin de doorhanger, die komt met Dingus buiten is hoor. Die zit er dan achter. We gaan kijken naar een hoofdnummer van Luc Kuiper, 1905. En met 52 zit er ook bij de man van de hoeken, Tim Gozes. En hier hebben we natuurlijk weer een Nederlands kampioen. Die komt met veel Nederland en dat kunnen we mooi zien hoor. Die kutjes in die Engelse kleuren zien er weer goed uit. We kijken naar Max van Winter. Hele snelle man dus. Achteraf Rijksmeijs. De vorige week waren we op de kast bij Hulp gedaan. En hij zit er weer goed bij daar op positie. De jarigen. En dat is dan hier een local hero denk ik hoor. Brian van Uijmijk is een van die hele snelle mannen die er altijd goed bij zit. En nu op eigen baan rijden. Richting die titel misschien wel. Dat is natuurlijk onze doel vandaag hier met die 8-jarige heren. Al zal die veel concurrentie krijgen van Overlicht en Senona. We zien in ieder geval de man goed meekomen op positie nummer 2. En we zien ook de wekers altijd.